Hallo, ik ben Loes van Wildflowers & Vodka en ik ga jullie vandaag leren hoe je een corsage maakt. Dingen die je nodig hebt zijn kortgeknipte bloemetjes en groen, een snoeischaar, bloementape en magneetjes. Een corsage maken is eigenlijk heel simpel. Je maakt een soort mini-boeketje. Ik heb hier een lisianthus, een stukje Italiaanse ruscus, een chrysantje. En dan voeg ik nog wat gedroogde materialen toe om wat textuur te geven aan de corsage. Zodat je een mini-boeketje hebt. We gaan het boeketje intapen met bloementape. Bloementape is tape die alleen maar kleeft wanneer je een klein beetje stretch erop zet. Dus je tapet het boeketje in door een klein beetje aan de bloementape te trekken. De ene helft van het magneetje gaan we bevestigen aan het boeketje aan de achterkant. En dan zetten we opnieuw vast met bloementape. Met de andere helft van de magneet gaan we het vastzetten op onze blouse. Voilà, zo maak je simpel een corsage. Wil je nog meer flower inspiration, kan je kijken naar de volgende video's.